En, maar je woont in je hem op jezelf? Ja. Oké. Okay. En dan komt je moeder af en toe langs om je te helpen? Ja, nou, af en toe heb ik geen zin in. Dan doe ik gewoon de deur op slot. In de zaal, hey! Hey! Het is een feestje om in te zijn. Zing allemaal met dit refrein. Het is een feestje om hier te zijn. Gewoon omdat ik in mezelf kan zijn. Het is een feestje om hier te zijn. Gewoon omdat ik in mezelf kan zijn. Kijk even. Lekker hoor. Hey. Nou ja, dat kan natuurlijk niet anders dat het al goud is. Maar je wil verplaatsing naar dus nu, hè? Ja, dat is mijn droom. Goed, we hebben net een oproep gedaan. En zo zullen we Dries even bellen? Ja, zullen we Dries even bellen? Luc, pak even mijn telefoon. Hoe ver ben jij, Joe? Ja, ik neem op. Ja? Ja? Nee, okay. Even Dries bellen ook. Ik ga hem wel even van tevoren bellen. Dat hij weet dat hij niet denkt van wat gebeurt. Ja. Ja. Moet je zeggen, Gunther Whisky. Gunther Whisky. Dit is een nieuwe term. Wil je het wel even filmen? Dat ik Dries bel, ja, dit moet... Ja, tuurlijk. Nee, ja, maar jij moet van mij ook. Ja, nee, maar jij moet ook straks zo. Ja, is goed. Het is uniek. We hebben hier twee kamers die het filmen, hè? Ja, maar hoe wil je het meteen hebben? Oh ja, dan kan ik het moeilijk laten zien. Gunther Whisky. Gaan we dat zo even doen? Hij neemt niet op. Wat is hij aan het doen? Is hij... Ja, nou, misschien dat hij zo terug wil. Is hij een Piketanisch aan drinken met zijn vrouw? Zo. Weet je wat heerlijk is? Nou. Als je thuis komt, hè. Voetjes op de bank, op de tafel. Dat de vrouwen hier de pantoffels klaarleggen. Was dat nou zo'n feest? Nou. Wat gebeurde er bij jou thuis? Dus zelfs de politie, hè. Ik had gebeld, hè. Ja. Bij ons wordt echt veel. Ik zeg, doe je wel schoenen uit? Ik zeg, ik ben gelovig. Ik zeg, mijn schoenen zijn. De politie? Ja, zei, maar ze kennen me, hè. Ik zit erbij. Dus ik zeg, je schoenen uit? Ik zeg, ik ben gelovig. Ze deed die kist uit. Huppa! Toen kreeg ze hem uit. Ze zei, ja, het is niet mijn probleem. Ik zei, met zo'n kreeg ik het weg. En toen zei hij, Gunther Whisky! Ja, dat is mijn stopwoord. Elke ochtend, als ik opsta. Gunther Whisky. Ja, ze weten, heren gewaard. Ik zou het aan Gunther vertellen. Misschien kennen we Gunther zo wel even bellen. Ja. Is dat niet wat? Ken je Gunther een beetje? Ja, dus manager, of de tourmanager van Dries. Ja, het is een vriend van Dries. Die is altijd met hem mee. Voor de gezelligheid eigenlijk. Ja. Geniaal. Die gaat gewoon standaard mee. Met, die gaat heel vaak mee. Ja. Gewoon maar puur voor de gezelligheid. Ja. En, hij heeft mijn vader ooit gereden als chauffeur. En toen heb hij een hersenbloeding gehad. Dus, ja, dat vond ik echt zielig. Dat ging niet meer. Dus toen, vanaf nu heb je hem nog steeds mee, maar dan achterin. Ja, is dat mooi. Dus. Mooi dat hij nog steeds... Donnie moet even me volgen ook. Donnie, ja. Het laatste. Waar zit die nou weer, Joe? Waar zit die Donnie nou weer? Donnie heeft ook een nieuwe muziek gehoord, of dat zit ook in de muziek. Oh ja. Echt waar? Donnie heeft ook een nieuwe muziek. Die is gisteren uitgekomen. Ja, ben je geweest of niet? Zijn Nee, die hebben ze gewoon online. Er is geen release party geweest. Heb jij dat wel gehad? Die heeft ze wel in die clip ook. Nou, ik heb wel... Nee, geen clip. Omdat Nou, ik zag net allemaal mooie beelden van grote optredens. Ja. Nou, want... Je ziet allemaal beelden van dat jij aan het toeren bent, hè? Ja. Nee, Lucas die staat altijd verbaasd, want bij mij is het, hè. Ja. Ik moet mijn dag hebben of moet mijn dag niet hebben, maar als ik op het podium sta, dan heb ik overal schijt aan. Dan doe ik net alsof ik het publiek niet zie, dan ga ik gewoon zingen. Ja. En dat is bij mij een spiraal van dit ga ik halen en hier kom ik verder. En als ze het leuk vinden, dan moet je ook zien als het een promotie. En, kijk, toen in Heren Gewaard vond ik echt wel heel jammer dat ze toen gestopt werden. Want er werd gewoon gevechtpartijen werd, hè. Oh ja? Ja, gewoon, je zag gewoon echt elke keer, ging er ooit op het podium. En Jan Smit die ging ook echt gewoon weg. Want het was ook, stil was het, en je zag niks meer. Was dat met mega piraten zijn? De laatste keer dat ik er was, mocht ik zingen, toch? Ja. En toen was Jannes achter, toen zei Jannes, tering, dat kan niet goed zingen. Tegen Luc. En toen dacht ik echt van, ja... En zet hij even die hele tent op zijn kop. Ja, daar waren het ook. We waren natuurlijk ons privéfeestje in een restaurant. En toen kwam een vriend van mijn vader, die
Die zei, ik heb een jongen horen zingen op een voetbalclub. Die heb ik uitgenodigd vanavond. En die jongen heeft een beperking. En je ging staan. En je begon. En je gooide de hele zaak op zijn kop. Maar wat dacht je? Van, dit gaat echt niet zo worden? Nee hoor, dat dacht ik helemaal niet. Ik heb niet zo snel een vooroordeel over iemand. Dus ik kijk eerst wat iemand kan. En dan pas en hoe iemand is. En dan pas oordeel ik over iemand. Maar jij dacht echt van... Ik zal het zien. Ja. En je begon en je gooide de hele zaak op zijn kop. Nou, Dries die ging met jou praten. Want ik ging stapje voor stapje. Want Dries die is ervaren met zingen. Mm-hmm. Toen zei hij, dit heb je echt wel een talentje. Je ziet ook hoe die met zijn zang doet. En dat, dan dacht ik, kijk Dries, maar nu kom ik. Nu ga ik hoger. Ja. En toen zei Dries, nu haalt hij het wel. En toen zei had jullie van hij komt er wel. Wij geloofden wel in jou meteen. Nou, dat bewijst zich nou maar weer, want je hebt al 2 gouden platen aan de muur aan. Hè? Ja, ik moet ze nog zien te halen. Nou, die platen, dat is echt. Luc, dat is heel hard werk, hè? Ja, je werkt hard. Kun je mij niet een tip geven? Hoe krijg ik nou een gouden plaat? Film met mij op tournee. Ja? echt film met mij op tournee. Ja? Podcasten doen met mij. Podcasten. Dat loopt goed. Ja, dat loopt als malle. Misschien kun jij zo ook wel een oproepje voor Dave doen. Ja. Dat zou ik wel leuk vinden als je dat voor me wil doen. Moet ik hem erop zetten? Ja. Maar gewoon live op Instagram nu? Zet me hier, dan zet ik hem zo meteen op je, Insta. Ja. Een video? Ja, toch. Oh, wacht, sorry. Ik zit verkeerd. Luc? Even zo. Misschien kun jij die oproep dan even voor me doen. Mensen, hoe heet die nieuwe single? Mijn nieuwe single heet... Ik heb een nieuwe EP uit. Zeg maar gewoon dat de nieuwe EP van Dave is uit. Okay. Dat is al jouw fans. Goeiedag dames en heren, ik ben bij Dave thuis. Lieve mensen. Zijn nieuwe single is uit. Hoe heet die? Heisa. Heisa. Help Dave aan de top. Want het is echt een topgozer. Want hij zingt elke keer... Ik ben herboren, zegt hij. Als hij onder de douche komt. En dan zegt hij altijd in de ochtend, Gunter Whisky! En help Dave aan de top, want dan help hem echt aan de platina. Want, of een gouden plaat, want Dave is We beginnen met goud, jij gaat nu voor platina. Goud is ook, een platina is goud op goud vind ik. Ja. Maar help Dave weer op goud te halen, want deze grap is gewoon goud waard. Dankjewel Julian. Dus jongens... Volg mijn kanaal. Dave volgt mij ook. Ja, ik volg hem ook. Dus, wat wil je tegen de fans allemaal zeggen van mij? Ja, lieve mensen, ik hoop dat jullie het allemaal doen. En blijf vooral Julian volgen in het land. En wie weet zie ik jullie daar. En Dave ook, hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dankjewel, vriend. En wat doen we voor elkaar, hè? Ja, ik bedoel voor elkaar. Artiesten onder elkaar, hè. Hé, hey Dave, zok je niet kapot dat hij binnen kon lopen? Want hij vloog jou volgens mij meteen om je hals. Of, Nee, ik heb nog wel een beetje... De indruk heeft hij zeg maar goed achtergelaten vorige keer. Dus ik wist wel natuurlijk wat me een beetje te wachten stond. Nee, als ik jou... ik heb natuurlijk echt idolen. Je bent heel enthousiast altijd. Dus goed, positief lijkt je altijd. Ik heb idolen. Ja. En Dries en jij zijn me echt idolen. En jullie doen het als positief. Maar mijn moeder zegt, oh, dat moet je niet zien. Ik zeg, man... In mijn waterwater. Ja. Ik zeg, dat zijn mensen die nemen... Ik zeg, Jan Smit, die hebben te druk. Maar jij kan wel zeggen, ik heb Julian wel even aan de top geholpen. Als jij is dan een single... Ja, maar dan moet je me nooit vergeten. Nee, maar... Als je straks in die volle arena staat, dan heb je wel eens mag contact. Ik wel vooraan, hè. Want de vraag, kom jij wel eens met bekende artiesten in contact? In contact? Ja, ik op feesten waar ik optreed, maar dat heb jij natuurlijk ook. Daar, maar welke, daar kom je elkaar contact tegen. Heb jij veel? Nou, ik zit meer een beetje in de R&B scene. Ook Ronnie Flex, heb je ook wel eens contact? Ja, dat soort jongens kom ik meteen. Ik had een vraag, Ronnie Flex, een kleine. Heb je ook contact met Ronnie of niet veel? Dat we met elkaar afspreken of zo? Nee, dat niet. Het is wel eens elkaar zien en hebben een praatje en dan is het gezellig. Maar nooit dat je zegt van nu heb je een nummer. Het is niet zo dat we elkaar even opbellen. Nee, en wie heb je wel als contactnummer dan? Stel dat je zegt. Kleine is wel een vriend van me. Maar die bel je ook dan? Ja, die bel ik wel eens, ja. Zullen we ook zo klein zijn? Geen kleine van mijn single uit. Als jij er eentje signeert, zal ik hem geven. Kleine die is natuurlijk nu met de Voice bezig. Dus, nu? Ja, die is nu aan het repeteren. Ah, oké. Dus dat gaat niet. Maar je kan wel een singeltje voor hem achterlaten. Dan zal ik hem aan hem geven. Nou, dat gaan als we ik doen. Hem zie. Ja. Nee. Doen we. Want
Ik heb meegedaan met Hollands Got Talent. Ja, dat heb ik gezien. Ja. Maar wat vond jij van mijn auditie? Ja, dat ging goed. Maar eigenlijk je optreden bij ons toen in het restaurant, dat was beter. Dat zie je wel, dat je gegroeid bent alweer. Ja. Nou, dus het gaat steeds vooruit. Maar wat vond je toen ik die golden ticket kreeg? Ja. Die golden, kreeg je de golden ticket? Ja, ja. Daar was ik echt heel trots op. Nou, hoe lang heb ik erover gehad? 11:30 was het 12:00. Ik was als laatste kandidaat. Oh. En jij, bij mij is de energie altijd heel erg op dan. En als 12:00, ik de hele zaal had ik helemaal op zijn kop. En ja, toen dacht ik, ja, nu komt ie. Ja, dat is belangrijk hè, energie uit het publiek halen. Maar je, dus ook, Lucas zei ook van, je moet bij Dan zakken. En bij Angela, wat deed ik ook alweer? Handkus volgens mij. Ja, en bij Chantal wil je helemaal onder mijn dekbed. Kijk. En bij Gordon... Chantal heeft bij mij geslapen. Ja, heb jij dat nummer van haar? zullen we straks aanbellen en zeggen, hey Chantal. Ja, ik heb Chantal dat nummer niet, nee. En zeggen we, Chantal luister eens, ik ben met Dave thuis. En is een feestje om hier te zijn. Maar dat is wel een beetje een droom van je, toch? Dat zij ook bij jou blijft slapen. Ja. Chantal blijft slapen. Ja. Hoe was dat? Had jij nooit eens een keer denkt van, oh heerlijk, zou even aan die billen willen zitten. Ik ben net zo staan als jou hoor. Ik denk, je moet toch even lekker voelen toch? Nee, ik ging alleen niet bij de show voelen hoor. Ik denk, ik moet wel even. Ja, maar Chantal die heeft natuurlijk gewoon een man en als ja, het maar, goed is volgens mij ook kinderen. Het dus. Zal mijn woord zijn, ik zeg het niet. Je leeft maar één keer hè. Ja. Je hebt niet voor niks een fluit onder je broek hangen. Dus ja. Ik Nee, ja, jongen, ik zou zeggen, als je de kans krijgt, grijp hem. Nou, dan delen we samen. Ja, want ik vind dat ik een eigen prachtige vrouw heb. Ja, maar weet je, ja. Je moet een neusver, je moet een elftal voor elf hebben, hè? Een elftal voor elf. En dan heb ik een veel te klein huis voor. Nou, weet je niet. Nee, ik heb genoeg aan die vrouw die daar in de hoek zit. Ga jij maar voor Chantal? Maar wel gevaarlijk, stond je 69 moet je niet doen hoor. Nee. Maar jij zegt ook altijd, als je een vriendin hebt, dan ga je ook altijd wel voor één, toch? Ja. Moet wel dus strak. Ja. Moet goed zijn, moet ervaren zijn, ze moet dan niet... Oh, je moet meteen goed ervaren, anders moet erop zitten, anders begin je niet aan. Ja. Maar hoe vind je het om vergezeld zijn je? Ja. Goddelijk. Ja? Kan je alle hoe vrouwen... Is het, hoe ga je dan om met optredens en vrouwen en zo? Joh. Nou, dat zeg ik. Dame? Kun je het een beetje, in bedwang houden? Ja, zeg ik. Hé, hey, schatje. Jij krijgt een singeltje voor me. Als jij met me gaat dansen. Oh ja. Toch, meneer Buchten? Zeker. Ja, je gooit ze alle kanten op. Wordt ze helemaal wild. Ja. Maar dat flik je gewoon. Ja, dan ben je wel zelfverzekerd. Ja, maar weet je, je moet ze altijd kijken. Hè? Ik heb een fysiotherapeut, Dave. Ja. Oh, die is goddelijk, jongen. Laat eens even kijken. Ik heb Laura Renking. En die zegt tegen mij, wil je even bukken? Ik zeg, bukken? Ik zeg, voor jou zeg ik geen nee. Dat is een knappe vrouw, zeker. Toen zegt ze, ik zeg, maak een deal. Als jij je vriend dumpt, dan kom ik naast je in bed liggen. En ze is nou een overweging aan het nemen. Nou, ze zegt als je aan de top komt, dan ga ik erover nadenken. Poeh, dat zijn slechte vrouwen. Als ze het alleen maar voor je carrière doen, hè, vriend? Ja. Nou, hier moet je maar kijken. Toen belde je wel mij meteen, hè? Oh ja? Ja, toen zei je, dit is me verteld, tandje erbij. Je hebt meteen even het management opgebeld van, goh, moet je gas geven? Dan krijg je die vrouw, ja? Ja, het is wel een mooi streven, maar ik zou als ik jou was toch altijd een vrouw nemen die voor je gaat hoe je bent. Nou, en weet je. Omdat je hebt. Weet je wat leuk is? Als ik een vrouw heb, hè, dan moeten ze me wel in je spelen. Ik heb genoeg geïnvesteerd, hun mogen wel een keer naar mij investeren. Ja, zo kun je het ook zien. Kijk, Lucas moet ook in. En hoe moeten ze dat doen dan? Gewoon respecteren in mijn waarde. Ook. Hoe is jouw woonsituatie? Woon je op jezelf? Ik heb echt een villa. Oh, jij hebt gewoon een losstaand dingetje lekker? Nee, ik heb echt nog groter huis dan jou hier. Ja, maar die heb je natuurlijk lekker. Jij noemt het altijd je twee gezinswoning, toch? Ja. Ja. Je hebt natuurlijk aardig wat bij elkaar gesneld. Nee, maar je woont misschien helemaal op jezelf? Ja. Oké. Okay. En dan komt je moeder af en toe langs om je te helpen? Ja, nou, af en toe heb ik geen zin in. Dan doe ik gewoon de deur op slot. Dat heb ik ook wel eens hoor. Zeg je Gunther whisky? Ja. Gunther whisky. Nee, dat is bij mij. Nou, maar ik leef wanneer ik mijn eigen leven. Maar jij bent bij Jan Smit nu thuis geweest, dan heb je dan zoiets van, ik wil ook zo'n huis hebben. Ja. Ik zou wel in de toekomst, ja. Als ik straks reëel
ga kijken en ik heb best wel heel veel singeltjes uitgebracht. Ja. Hoeveel singles heb je nu? Eentje. Heb ik eentje, dus dat is de eerste, meteen goud. Ja. Ongelooflijk. En hij stond ook helemaal verbaasd. Ja, ik geloof het ook niet. En toen was echt goud. En ja, en toen was ik al aan het huilen, van trots natuurlijk. Ja, tuurlijk man. Maar, dat is mooi. En dan denk je van ja, potverdomme. Ik heb het toch behaald. Want ja, maar dan mag je toch ook heel trots zijn. Ja, en aan mijn ene kant denk ik van ja, maar is het, vinden ze dat leuk of vinden ze het niet leuk? Of ligt het aan mijn smaak? Maar dan komen er mensen die zeggen elke keer, ja, ik wil toch het is een feestje. Maar ik vind het vreselijk om elke keer naar mezelf te luisteren. Ja, om elke keer je eigen muziek te doen. Maar ja, het is toch hartstikke goed. Je moet ervan genieten juist. En je moet heel trots op jezelf zijn dat je dat behaald hebt, toch? Ja, en dat denk ik. Dat is alleen maar mooi. Dan denk ik van ja, ik heb het toch behaald. Kijk, dat is de instelling. En dan kijk ik naar mijn plaat. En dan s'avonds, als ik naar bed ga, dan kus ik mijn plaat altijd. En dan is mijn gebed. Van, dan aan mijn moeder ook van man, dankzij jou op de wereld heb ik twee platen dat ik toch behaald heb. En straks, als mijn nieuwe single ooit uitkomt, ik ben wel een nieuwe maken wil ik. En als dat goud wordt, ja, dan jank ik het hele Ave Maria boek vol. Maar dan van achterstevoren, hè. Dat is echt. Maar je moet natuurlijk wel altijd met je beide benen op de grond blijven. Ja, maar als je op een gegeven moment zo'n hele muur met gouden platen hebt, dan kan je wel eens naast je schoenen. Nee, dan blijf ik nog normaal. Want ik, precies. Ik zal. Soms vind je dat wel lastig, hè? Ja, nou, om hem even te plagen. Soms dan denk je, ik moet nu eigenlijk wel een beetje naast Jan Smit staan. Sorry jongens, want ik zit de hele tijd. Gaat goed? Ja. En dan denk ik, nee, maar ik heb altijd 's avonds, woensdag belt hij mij altijd, hè? Ja. En dan, even de zaken doorspreken en aanvragen. Maar ik moet gewoon weten van tevoren waar moet ik optreden en dat allemaal. Maar hij heeft nooit in een vaste tijdstip belt hij me. Of het wordt 1:30 of het wordt 8:30. En dan denk ik, ja jongen, ik zeg je stop me zo. Ja, dat vind je soms lastig, hè? Ja, ik heb dat heb ik ook met het management hoor. Je moet af en toe, weet je, die mensen die zijn van alles voor je proberen te regelen. Ja, maar dat heb ik altijd zo. Niet altijd op het precies hetzelfde moment. Dat is altijd lastig, weet je. Ja, maar dat is bij mij heel moeilijk dan. Hè? En dan denk ik van, laat mij ook in mijn waarde. En dan, maar dan ben ik slim natuurlijk. Ga ik bij een ander met. Hé, meneer Buchter! Hier ben jullie aan singles. Ik heb even aan de lijn. En ja, dat doet hij. En met Lucas Buchter. Hij op een gegeven moment belde hij me gewoon elke dag. En ik, ja, ik ben ook gewoon aan het werk. Dus soms dan dacht ik, nou, even laten gaan. Toen had hij op een gegeven moment had hij gewoon in de gaten. Hij woont in een flatgebouw. En dan dacht hij. Nou, dan ga ik vandaag gewoon naar die buurvrouw en dan kom je binnen. Ik moet even een belletje plegen en dan bel je gewoon. Andere telefoon. En dan neemt hij op en dan zeg ik. En dan neemt hij op. Ik zeg, hoeveel staat de Staten? En dan zegt hij, nou, precies hetzelfde. Ik zeg, nou, ik zit er beter, dan ben ik genoeg. En dan schreef ik me af. Ik denk, die heb ik gebeld. En dan de volgende dag sta je bij de etage erboven. Ja, en weer een ander nummer. Ja! Ja, dus toch, promote je wel iemand. Ja, je, moet, je moet je management natuurlijk wel altijd een beetje achterna zitten. Alleen weet je wat zo jammer is, hè? Als het best is. Ja. Maar hij heeft ook zijn minpunten. Ja. Doe ik het bij André Jeus, zet ik op zijn nummer eronder. Ja. 06 nummer. Zegt hij, wil je het er even afhalen? Nee, is promotie. Niet bij André Rieu, bij iemand die echt jou nooit gaat boeken. Iemand die in Amerika woont. Hij heeft sinds kort heeft hij DM op Instagram heeft hij ontdekt. Ja. Dus dan gaat hij André Rieu, maar ook Andrea Bocelli, gaat hij DM'tjes sturen. Hoi André, wil je mij een keertje boeken? Hier is het nummer van mijn manager, bel hem maar, 06. Hallo, die mensen moeten ook weten, mensen met werkomstandigheden. Ja. Heb je al een beetje reacties of niet? Nou, het komt. Ik zeg altijd op z'n tijd. Je moet ook een keer een beetje kijken of ze een rapcombinatie doen. Dan stuur je gewoon naar Kanye West en zo. Moet je ook gewoon van die berichten sturen. Daar weet je wie echt mij dit. Of zie je daar niks in met de rappers samen? Jawel. Ja, je hebt het wel eens gehad over Ronnie Flex. Ik heb een nummer. Kan je die opzetten? Mini, mini, nini, nini. Ik heb me niet meer uit mijn hoofd. Dit vind ik echt zo'n nummer. Ja, volgens mij weet ik wel wat Kom maar bij mij. Ja, als ik daar. Volgens mij weet ik wel. Dan wil ik ook zo'n jurk aan. Ik denk, oh heerlijk. Een jurk aan? Ja, zo'n jurk. En dan zeg gewoon zo net als Ali B. Gewoon zo. Oh ja, dit is al lekker, jongen. Dit is toch heerlijk, man. Elke ochtend naar beneden komen.
Many, 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 lekker wij moeten samen echt naar de planet gaan, vriend. Wij komen over. Wat heb je nou met planet? Jongen. Hoe kom je daar nou op? Meneer Buchter heeft iets bij mij in mijn kop gestampt. Ja? En meneer Buchter. Die zegt, als je het echt wil maken, moet je naar die barretjes. Ja, nou ja, Blanes is natuurlijk wel, heb je de combinatie van het Spaanse. En ik zou heel graag met jou daarheen willen. Ja? Ja, echt met jou. Daar lekker zitten, ja. Lekker die barretjes en dan even gewoon ons. Even lekker in de zon, ja. Met een biertje in je hand. Ja, en dan zeggen we, 2-1 2 tabaco. Ik heb hem ook nog even opzetten. Ja! dit is toch leuk, hoor? Ja, dit is mooi. Ja, ik vind het mooi. Er komen allemaal verhalen weer bij je los, hè? Geen idee hoe laat het is, maar er komt een wat is. Ik zou er wel een duim 22 bako. En al die vrouwen doen mee, steeds ze lekker met me mee. Ja, vanavond gaan we los als een tornado. Geen idee hoe laat het is, maar ik voel er geen wat is. Okay. Maar echt, weet je. Nou ja, Blanes, ik beloof niks, want ik beloof alleen dingen die ik kan nakomen. Echt. Maar ik zal erover nadenken. Goed. Ik zou echt met jou. Of wat is jouw droom met mij te behalen? Ja, dat is dat jij platina haalt. Nee, maar wat zou jij buiten de DJ gaan doen? Ja. Maar want ik wil met een bekende Nederlander ook meer op tv komen. Ja. En echt ook dat ze ook zien van, kijk, die jongen met een beperking. Dat dan ze zien het alleen bij Johnny de Mol of bij dat allemaal. Ja. Dat je ook bij gewone echt tv-programma's denkt van, ja, jezus, hij is er wel. Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Vind ik wel mooi wat je zegt. Maar dat is dan eigenlijk de kracht om gewoon, denk ik, op jezelf te vertrouwen. En dan niet te veel bezig zijn met, wat doet die of wat doet die of ik wil met die samenwerken. Maar nee, want ik had wel een to-do-listje gemaakt. In 2019. Ik zou wel dat jij in mijn team zou komen. Om het team te versterken? Ja. Achter de schermen, zeg maar. Ja, dat jij mij begeleidt. Ja. Want ik denk dat jij best wel een boost kan geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik zeg, als jij gaat draaien, dat ik even een nummertje moet doen. En dat ik dan gewoon ook bij jou draai. Dat ik ook zie wat een andere zaal is. Ja. Nou ja, zoals ik je zei, ik wil je met alles helpen. Met alle liefde. Alleen, ik heb zelf mensen die mij moeten begeleiden, omdat ik daar al geen tijd voor mezelf voor heb. Dus het is voor mij heel moeilijk om dat te gaan doen. Maar als jij een single of iets hebt, of ik moet iets voor je promoten, ik had een vraag. Kan ik je altijd helpen. Mijn vader die maakt tekst, hè? Ja. Maar hoe doen jullie van Al Zik, ja, die muziek, hè? Mm-hmm. Wie doet dat gedaan? Bram Koning. Ja, kan je aan Bram vragen? Ja, nee, mijn vader maakt muziek. Yeah. Mijn zus gaat naar Amerika 13 maart. Mm-hmm. En mijn vader maakt echt muziek. Die maakt schrijven over mijn leven. En ik heb hulp nodig. Zou jij mij willen helpen? Ja. Omdat mijn vader ze schrijft. En dat jij met muziek eronder. Ja, jij wil een componist hebben, hè? Iemand die, Dus jij hebt iemand als Bram Koning nodig? Ja, dat die mij kan helpen. Ja. En dan wil je dus zeg maar de teksten. Dat schrijft mijn vader. Die schrijft je vader. Ja. En dan zoek jij nog muziek bij. Ja. Omdat maar je kan de teksten, als je je teksten hebt, die kan je naar mij toesturen. Ja. En dan kan ik ze voor je door naar Bram sturen. En dan kan Bram kijken of het is. Maar je weet het nooit natuurlijk. Nee, want ik zit. Kijk, mijn zus is een heel gevoelig woord. Mijn zus is mijn familie. Bij mij een parel. En daar wil ik echt een. Als Bram zegt het wordt niks. Dan zeg ik, ja, jammer Bram, maar die moet echt uitkomen.
Ja, jammer, maar je gaat het maar gewoon doen. Ja. Ja, ik, je kan spreek het wel je voorstellen. Bram wel eens? Ik spreek Bram niet zo heel veel. Nee, mijn vader spreekt Bram heel veel. Hij is een goede vriend van mijn vader. En Bram schrijft nu heel veel voor André Hazes junior, hè? Nee, want hoe kom jij als stel dat... Jij komt bij die gala's ook, hè? Natuurlijk, als er wat gala wordt is of zo. Dan kom ik eigenlijk weinig, moet ik zeggen. Ik vind dat... Of het onderwerp moet me heel erg interesseren, maar ik ben niet iemand die maar alle premières en zo afgaat. Eigenlijk moet je dat als artiest wel doen, dan kom je wel in de picture te staan. Hè? Dus dat soort dingen kan je bijvoorbeeld wel doen. Nee, maar stel dat jij... Jij hebt een doel, hè? Ja. Wat is uit jouw hart... Mm-hmm. Dat je echt zegt van, dat wil ik doen. Wat ik wil doen? Nou, ik moet je zeggen dat ik werk heel veel met mijn familie samen. Bijvoorbeeld de soaps die jij kijkt. Yeah. En dat zijn dingen die ik bijvoorbeeld heel leuk vind. Ja, dat lijkt me ook echt leuk. Omdat je dan met je familie, en je bent toch aan het werk. En je bent met je familie samen. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. En daarnaast vind ik het draaien wat ik doe in het land heel leuk. Het optreden gewoon, net als jij. Daar haal ik mijn energie uit. Want mijn droom is, bijvoorbeeld ik weet niet dat Dries het heel goed zou vinden, om eens een keer zien hoe jullie dat doen. Hoe wij zo'n serie opnemen. Ja. Een dagje achter de schermen meekijken. Ja. Ik denk dat wel te regelen moet vallen. Gewoon elke keer bijvoorbeeld, girl. Kun je dan stil zijn, denk je, als het nodig is? Die mensen zijn wel heel streng. Die, regisseurs en zo heb je mee te maken. Er staat een heel team van 20 man omheen. Nee, ik vind het wel echt eens een keer zien hoe dat gebeurt en hoe het gaat. Ga ik het met je management? Want ik denk dat jij er te druk voor bent voor die aanvragen. Morgen, hij gaat er ook. Ik doe het wel, ja. Maar ik zou wel heel graag... Ik beloof jou bij deze dat ik ga vragen. En ik denk wel dat het goed... Ik denk dat het goed komt. Ik weet het niet zeker, dus ik beloof nog niks. Maar ik ga vragen of je een dagje mee achter de schermen kan kijken. Maar ik denk wel dat het goed moet komen, hoor. Nee, want ik wil het wel eens zien. Want ik ben bij Hollands Got Talent geweest. En dat was een heel andere belevering. Dat al achter me, dan laat ze niet alles zien. Hè. Maar dat vond je ook lastig, hè, met die regisseur? Het was een man en die zei: 1, 2, 3. Ik denk, doe normaal, man. Moet je dan wel rekening mee houden, want dat zijn dingen die de mensen hebben dat werk en die moeten zorgen dat het gaat allemaal om secondenwerk natuurlijk in de televisie. Helemaal als je met live televisie werkt, dan heb je die mensen gewoon nodig. En dan moet je dan toch gaan accepteren. Ja, dan willen ze bijvoorbeeld in een opname willen ze Dave goed horen terwijl hij bezig is. En als jij dan achter de schermen de hele tijd Gunther Whisky roept, dan kunnen ze elke keer... Maar dan hoop ik dat je ooit een keer zegt. Dan word je met 10 minuten weggestuurd. Nee, ik hoop dat je ooit dat een keer gaat zeggen. Gunther Whisky. Ja. Maar ga straks wel die zin. Ga niet nog meer beloftes maken vandaag. Ik heb hem net gebeld, hij heeft nog niet terug gebeld. Hij is bereikbaar. Oké, heb je hem ingelicht? Ja. We gaan eerst Dries bellen. Maar pak even je hebt hem ingelicht. Die plaat wil jij laten zien. Ja, die plaat gaan we even laten zien. Oké, jongens. Moet je geen FaceTime dan? Oh ja, wacht. Dan ga ik hem eerst bellen. Dan zeg ik, we drukken even op FaceTime. Ja. Die wil je even laten zien aan Dries, hè? Ja. Heb jij deze toen gezongen ook bij ons, daar? Ja, het is een feestje, hè? Ja, maar dat is leuk. Ja. Dan zeg ik, weet je nog wat nummer? Nou, neem je niet op. Wat is je dan aan het doen? Druk man, hè. Nee, we hebben papa even nodig. Oh ja. Wat is hij aan het doen? Is hij mooie vrouwen te zoeken of zo? Die struiken. In de struiken? Ja. Struik gewoon. Zoek jij je vrouw in de struiken? Oh ja, ik heb schuld. Dan kun je lang zoeken. Hè? Nou, het leukste was. Dat was met mijn stiefvader. Dat was het mooiste moment. Was hij erbij? Nee. Hoe lang geleden? 2 minuten. Bel jij hem eens met jouw telefoon? Ik snap niet dat jij dan Dries niet neerzet. Sorry? Dat jij niet Dries neerzet. Dries papa. Nee, ik heb gewoon pa. Zo noem ik hem. Pa. Ja. En Don ook pa. Donnie noem ik niet pa. Nee, nee maar... Nee, maar... Ja, geef even aan Dave. Wacht even hoor. Oh ja. Nou, hoog bezoek hoor. Dries? Ja, zeg. Vader? Ja, ja. Ik zit hier met Jurriaan Singels, die opgetreden hebt toen bij het feestje in dat Italiaanse restaurant. Ja. Ja.
En we willen je even iets laten zien hier, want het zijn single die hij toen gezongen heeft daar. Dus ik druk nu even op FaceTime. Ja. Moet jij daar ook even op drukken? Gaan we klaar zitten hoor. Hé hey Dries, moet je voren. Gunther Whisky. Hey, wat hebben we daar? Kijk eens, een gouden award. Een gouden award voor zijn single. Geweldig. Hey Dries, ik had een vraag aan jou hè. Ik kijk elke dag naar je soap, hè, want jij zegt altijd een ontspiraal altijd en dat zeg je tegen je zoon altijd. En dat ben ik ook mee bezig, maar ik had een vraag, hè. Sta jij er voor open? Vond mijn vader is tekstschrijver. We moeten even Bram Koning, moeten we op, wilde je op de kop tikken. Want mijn vader is, ik heb mijn leven een beetje, mijn nieren is nu goed weer. Maar ik wil een liedje van mijn... ik heb nu een single gemaakt, Het is een feestje. Maar mijn zus gaat emigreren en ik heb 3 liedjes geschreven. En dan zal ik heel graag dat mijn vader zoekt iemand die banden kan maken. Gewoon echt nog niet bestaande, maar die gewoon nieuwe. Zo net als ik jou nu weer zie lopen. Als ik zoiets, die dan voor mij kan helpen. Dus of als hij de teksten opstuurt, die stuurt hij dan naar mij toe. Of Bram Koning daarna kan kijken of hij er eventueel wat mee kan. Of je kan vragen of Bram er eens naar wil kijken. Dus hij heeft een tekst zonder muziek. Ja, en ja, dan moet je eens vragen of Bram er eens naar zou willen kijken. Ja, want ik zit 8 jaar in de muziekwereld. En ik wil ook zelf voor mij wil ik een eigen een liedje hebben en dan ook dan dat ik het zelf zing en dat jullie mij kunnen helpen met bestand, met mijn vader kunnen... Dus de tekst heb je al? Ja, de tekst heb ik. Dan moet er nog een melodietje op. Ja, en dan had ik een vraag, kan jij mij helpen met Bram om die 3 liedjes als melodietjes erop te krijgen? Ja, daar kunnen we zeker naar kijken. Ik denk eerder nog aan een andere man, die heet Hans Rusje, die heeft een studio. En die maakt muziek, die speelt allerlei instrumenten. Maar wil jij dan mee? Want ik doe het niet alleen, want jij hebt mijn carrière ook omhoog geschroefd. Ja. Stuur de nummers naar... Het is 06 van Lucas, 06 27 28 67 69. Nu pa! Hey pa, waar is Anuria? Ligt even in bed. Maar het is wel een Gunther whisky, hè? Gunther komt straks. Oh, ja, Gunther komt zo. Zo. Nou, er wordt naar gekeken. Nou, vriend. Ja! Doe je weer goed voor elkaar. Gunther's whisky, hè? Ja, dus je gaat er naar kijken voor je. Ja. Hè? En dan haal jij met Luc dan contact dan? Ik heb met Luc contact. En als Hans zegt van hier kan ik wat mee, dan, nee. Dan zal ik jou met Hans in contact brengen. Ja, maar dan moet jij ook mee. Want, ja, ik blijf meegaan met je. Maar we gaan straks wel even dat als ik jou... Zullen we hem even opzetten? Ja, want dat is mijn... Die wil je graag zingen, hè? Ja. Nou, ga jij hem voor me zingen dan, want ik weet de tekst niet meer. Doe ik Dries, doe jij Dave. Ja, ik weet de tekst niet meer, vriend. Jij moet hem helemaal doen. En dan zing jij, ik heb een anus. Ja, die ken ik, hè. Ja, dat zei je in de studio. Dat zit er niet in, toch? Ik kijk naar jouw grijze anus. Dat heb ik wel gemaakt, ja. Hey, ja, ik onthoud alles hoor. Als ik jou... Oh nee, ik weet niet eens de titel meer. Samen door het leven heet die. Hier. Dit is hem, ja. Goed, ga staan. Ja! En pak je moment naar op. Als ik jou nu weer zie lopen en denk ik, waar blijft de tijd? Ik ken jou, jouw grijze haren. Ik wil jou nog lang niet kwijt. Jij ziet niet alle gevaren. Ja, pa, maar wij zijn al met de jaren. Oké, Jordaan, dat zien we dan! Jij achterblijft altijd een kind. En jij mijn vader en een vriend. In volle tegenspoed blijf ik nog van je houden. Soms ook nu anders dan gepland. Daar zijn we beide aan gewend. Gelukkig kunnen wij elkaar nog blijven trouwen.
En wat er ook gebeurt is om het even. We gaan voor altijd samen door het leven. Ja, we gaan voor altijd samen door het leven. Ja, 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 ja.